Hey iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben niet in mijn eigen huis, zoals je kan zien. Ik ben bij Emmee. Ik zeg toch even hoi Emmee. Hi joh! Stel even scherp joh. Jongen. In deze video neem ik jullie mee naar de Havenstraat. En we waren een beetje aan het kijken. En er zijn dus verschillende loodsen. We zijn heel benieuwd. Dus ja, ik ben benieuwd. En we gaan gewoon zien. We gaan zien wat het is. We gaan weer vintage shoppen. Let's go. We need to fix this. This. Baby! Poes. Oké. Ik denk dus dat het heel leuk is als je hem zeg maar of knipt als krop. Of knoop je erin of zo. Gewoon vet simpel shirt, maar misschien wel leuk. En hoeveel is dit dan? 5? Of is het dan 20 per kilo? Deze is leuk. Oh my god. Deze is op zich wel leuk. Misschien. Wil ik eigenlijk wel weer een jackie. Het is ook toch die kleur die ik vorige keer had? Ja, ongeveer. Nou ja, een beetje lichter, hè? Ja, ongeveer. Oké, ik heb nu 3 dingen, maar het is niet zo veel of zo. Het is niet echt super leuk of zo. Dit is wel schattig. Dus dat is wel jammer. Dit kan best wel leuk zijn. Kijk, als dit even nog een knoopje open doet. Alleen het is maat 40. Ik vind het eigenlijk wel leuk als een beetje oversized. Maar hoe is dit maat 40? Oh, dit pas ik gewoon. Ik heb net deze ring gekocht. We gingen ergens eten. En opeens zag ik zeg maar een soort kraampje. En ik zag deze ring. Het is een maansteen. En ja, echt love. En ik draag geen zilver. Maar ik vond deze zo mooi. Ja, echt love. Het was 14 euro. Dus dat is eigenlijk mijn eerste aankoop van de dag. Blij. Oké, okay, we hebben te veel, dus we gaan even zo'n tasje halen. Let's go, let's go, let's go. Kijk, hier kan je dus wegen. Ja, het is tijd voor de mand. Ja, het is tijd voor de mand. Time is now. Oh, super cute. Nou, we zijn nu onderweg hoor. Even een momentje hoe cute deze mand is. Of noem je dat zo een mand? Nee. Het is een mas. Een rindpaas. Love. Eigenlijk had ik deze heel graag gewoon willen kopen, maar ja. Ik heb er zo een, hè? Ja? Ik vind net dus even de jumpsuitjes. Wel leuk, hè? Ja. Andere knopen door. Oh, wel leuk, ja, andere knoopjes. Maar nu zie ik dus dit en kijk. Het is gewoon van de Bershka. Het is niet really vintage, though. Maar deze kan leuk zijn op zich, maar misschien een beetje ouder. Ja, maar die kleuren, nee. Nee. Nee, toch niet. Deze vind ik heel nice. Deze is wat? Ik vind hem echt heel leuk, ik ga hem gewoon passen. Ook al mag ik het niet van hem mee. Skat, skat. Het is wel een hele snelle plangen. Ja, maar weet je wat het is? Elke zonnebril is zo gewoon op zich oké. Ook niet, bij deze echt niet. We zijn nu buiten, even graaien. Dit is best schattig. Misschien te schattig met dit, hè? Maar dit is best leuk. Ja. Dit is de Damage. En eigenlijk wilde ik niet naar buiten komen, want ik vond hem vet groot. Maar I kinda like it. Ja, dus. Kijk, hier zit ik nice van. Ik heb hier is het best wel groot. Maar het is gewoon. Oké, ik heb nu deze aan. I really like it. Alleen, Emmee zegt net: fucking vlek op. Again, echt niet lijp. Emmee zegt fucking vlek op. Ik zeg, er zit een vlek op. Ik ben gewoon boos, ja. Kijk, I like this heel erg. En ook die Illinois. Hij valt wel heel mooi. Als het er echt in zit door met machine, wasmachine en zo. Krijg je het eruit? Ik weet het echt niet. Ik ben echt zo jammer. Dit is wel potentie. Potentie. Kijk, de armen zijn leuk en dit. Maar de kraag is dat my thing, you know. Het is best wel schattig of zo. Ik vind de kleur heel mooi. Maar bij welke broek ga je dragen? Ik denk met deze broek gewoon. Ja, leuk. Het is met flared gewoon. Maar misschien is dat toen... To disco, weet je wel? Ja. Dus misschien gewoon met een mom's jeans.
Mams jeans. Mams jeans. En het weegt geen drol. Ik heb nu deze. Ik vind hem heel leuk. Kleur super mooi. Alleen dit vind ik wel wennen. Ik heb hem even in mijn broek gedaan. Het past wel bij het nummer. Dit is dus voor dit, hè? No. Nee. Ik heb de broek aan met moeite. De lengte is beautiful, kleur is beautiful. Maar hier is hij echt. Mijn ass paste er half in. En hij is hier veel te schoon. I can't breathe. Poes! Hey, poes! Met mijn Fila's vind ik het heel cool. Kijk hoe strak. We found someone. Hoeveel kilo zou jij zijn? Zullen we je meenemen? Oeh, oké. Oké, ik heb nu dit. Alleen, ik wilde het wegen, maar hij doet het niet. Shitty. Oké, normaal gesproken is het dus, zoals je daar kan lezen, is het 20 euro per kilo. Dus we zaten al af te wegen en zo. En ik dacht, oké. Nu komen we erachter dat het dus 5 euro per stuk is. Dus, oh my god. Dit jack, dit spijkerjasje is dus 5 euro. Mijn god. Dus, we gaan nog even een rondje doen. Wauw. Ja, hij lijkt echt nieuw. Nou, guys, ik neem dit. Yay. En het is dus 12 euro nu. Oh my god. Love. En deze neem ik voor mijn moeder mee. Ja. Yay. Zo. Oké, jongens, we zijn weer buiten. En oh my god, love deze winkel. En de werknemers waren ook vet lief. Ik had mijn bag. En het was nu dus per stuk 5 euro. En daar waren we helemaal in shock van. Dus we gingen toch nog even kijken, zeg maar. Ja, het was echt cool. Dus aanrader. Top. Ja, helemaal niet top dus. Want Romane is vergeten om de intro, ik bedoel outro, op te nemen. En daarom sluit ik het nu zo af. Als je het leuk vond, vergeet dan vooral niet een like te geven. En laat een reactie achter waar ik volgende keer heen moet. Als je nog leuke vintage winkels hebt of iets, let me know. En ik zie jullie in een nieuwe video. Doei doei!